Zo! Hey jongens, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Het is nu midden in de zomer, het is eind juli. Het is super warm geweest de afgelopen tijd. Vandaag is een wat koelere dag, maar het is heel warm. En wat ons betreft zijn juli en augustus toch wel de taaiste maanden voor droogvissen in Nederland. Zeker als je grote vis wil vangen. Dus wij gaan vandaag allerlei stekken af en we gaan daarbij tips geven waar je op moet letten als je wil vissen midden in de zomer op roofvis. Dus in dit geval baars en snoekbaars. Waar je op moet letten qua stekken, waar je op moet letten qua techniek, qua aasjes. En te beginnen met de stekken, we gaan vandaag vissen op plekken waar veel stroming staat en waar wat schaduw over het water is. Want in de zomer, als het water warm is, dan is er weinig zuurstof in het water. Hoe warmer het water, hoe minder zuurstof. En wat hebben die vissen nodig? Zeker die grote vissen, die hebben veel zuurstof nodig. Dus er zoeken altijd plekjes op met wat stroming of plekjes waar het water koeler blijft met schaduw. En dat zijn de plekken waar we vandaag gaan vissen. Over die aasjes en technieken komen we zo terug. En op die aasjes en technieken komen we zo terug. En veel kijkplezier. Mooi plekje. Hier is wat stroming. Het is niet heel veel op het moment. Weinig geregend de afgelopen tijd. Maar we gaan het zien. Kijken of hier wat baarsjes liggen, misschien snoekbaars. Best diep. Zo. Willem begint met een tilspinnetje en ik begin met een setje. Met voor mij denk ik een grammetje of drie, vier kopje eraan. Tungsten. Even kijken of wat vis kunnen foppen die hier in de stroming ligt. Holy fuck. De heck. Je hebt heukje? Een roofblij van 90 denk ik. Ik tik hem zo op, zo. Boom! Holy crap. Oh, jammer. Dat is een aanbeet. Oh! Ja, tikkie. Daarvoor ook al. Volgens mij een groepje baars hier. Ja, er zit een hele school vis hier. Ik zit er. Ik denk dat het een school witvis is waar ik doorheen zit. Te rauschen. Je ziet het ook aan mijn top. Er gebeurt van alles, joh. Ja, razen dus. Nee. Kijk hier nou gewoon eens aan me uit. Je slipt wat dichter, joh. Ja, hoor. Je hebt dat lichte hengeltje, ja. In de rug, volgens mij. Ja, brazen. Classic ook echt, hè? Je voelt ook gewoon meteen. Oh, dank. Thanks, skills, hè. Nou, dat is wel nice. Nou, we zijn de eerste stek aangekomen. Je zag het al, Willem kreeg al een paar tikjes op zijn vip, zijn trago vip. Ik raakte die fantastisch mooie braas in zijn rug. Onze ervaring is, ook met riviervissen, maar ook met vissen op de plassen, is dat er als op school braas van ligt, er vaak nog wat roofvis in de buurt ligt. Snoepbaas en baas die mengen zich vaak in dat soort scholen. We zijn eentje omgelopen, we staan nu aan de andere kant van de oever. Dan gaan we kijken of hier met een sea rickje of met een kickback rickje in mijn geval dan, met een kleine forkflex. Kijken of we wel baasjes naar kunnen peuteren, dus we gaan zien. Nou, Carolina rig in de zomer, verwacht ik niet. Dat is eigenlijk heel gek, als het water heel koud is, dan kan je het best traag vissen. Of dan werkt traag vissen soms heel goed. Oh, aanbeet. Dat zou wel weer grondel zijn. Maar als het water heel warm is, zoals nu, dan werkt traag vissen ook heel goed. Dan zijn de vissen ook heel sloom. Dan willen ze minder energie gebruiken. Het enige waar je mee op moet letten met Carolina riggen in de zomer is dat je wat sneller aanslaat. Omdat ze je aas snel inslikken. Zeker die baarzen. Nou, we hebben de auto dus hier geparkeerd en er loopt hier een heel klein slootje van niks. Maar we hebben een paar karpers gespot. Die liggen hier een beetje te chillen. Ik heb een heel klein setje, een 2 inch RA set, op een wacky haak gezet. Gewoon proberen, je weet nooit. Met zwempie. Dat is spannend. Twee zijn het er. Oh, hij gaat er naartoe, Hij kijkt. Oh. Mis je nou? Hij zwemt er zo naartoe. En ik vlaam zo zijn bek uit. Nee, is hij schrokken? Ja. Hey! Nou, je hebt een sluisje, hè? Willem probeert de karper te vangen. Maar dit is een plekje, is ook altijd een kleine baasje. Net een hoekje inderdaad waar je visjes laat zakken en een klein tikje erop. En,
Kleine gup, ik heb denk lang geleden dat ik zo'n klein baasje gevangen heb, maar het is wel heel leuk. Bye! Nog een keer. Nou, we staan hier bij een klein duikertje met een slootje. Er zitten altijd wel baasjes in en het stroomt een beetje. En ik heb nu gewoon een drijvend plugje van Molex. Een klein crankbeetje. En ga ik gewoon dat drijven erdoorheen. Dat gaat dan niet. Ja! Ah, los. Yo, nummer 2, ook los. Ik heb een schooltje gevonden, Tim. Ik heb hem helemaal doorheen laten gaan en Willy. Oké, ik ga weer draaien. Oké. Voor de buis van de volgende zon. Oh, ja. Hey. Hier. Oh, oh, mooi, oh, mooi, joh. Nice. Wat cool. Een mooie vis, nog een 20 denk ik. Wat grappig, joh. De hele ding door. Ja, en om de top haken. Ja, en om de top haken hem ook echt, hè. Nou, superleuk, man. Ik heb dat ding door de duiker helemaal laten meedrijven tot aan Willy en toe. Een meter of 15, 20 denk ik. En in het donker binnengehaald en hij tikte hem hier voor de kant, tikte hij hem erop. Zag hem erop duiken, superleuk, maar dat bewijst het maar weer, hè. Een heel klein slootje in een poldergebiedje, een duikertje wat stroming, wat schaduw. Cool, hè? Ha. Kijk eens uit. Hey. Ja. Nou jongens, cheers. Het is gaan regenen, dus we zijn even aan het schuilen in de auto. Lekker biertje erbij, even lekker genieten vandaag. En ja, we zijn nu een paar uurtjes bezig geweest. We hebben wat verschillende plekjes gepakt. En met name die kleine weteringen waar wat stroming stond, wat bruggetjes, wat stuwtjes. En ja, daar hebben we een leuke actie gehad van kleine baasjes. En we gaan nu weer naar iets groter water. En dan gaan we kijken of we nog misschien nog wat baarzen kunnen vangen. Snoekbaars zou ook heel leuk zijn. Moet kunnen, dus ik ben heel benieuwd. Nou, mooi bruggetje. Mooi stroompje ook weer. Och, baarsjes. Hoe oh, is het? Oeh. Yo. Nice. Wat leuk dit, joh. Kijk dan, jongen. Kleine visjes. Super cool. Bye. Hey. Yo. Ik zag hem eroverheen gaan. Geweldig. Het zijn geen grote vissen, maar die teelspinnetjes doen het goed. Zeker door dat grotere blad. Oeh. Hey, nice. Leuk als een crankbaitje ook goed werkt op een plekje als dit. Kijk eens, joh. Prachtige visjes, joh. Zij zijn niet groot, maar echt hebben de grootste lol. Hoppa. Zag je net een roofblijen dat opbak te knallen. En moet ook een heel klein mooi plugje. De Jubarino. Super klein en zinkt. De aasvissen die nu zijn ze ook toch hartstikke klein. Echt van een speldaas. Dus wellicht kan dit hem over streep trekken. Ja. Voor mij heb ik een roofblijtje. Ja, nice. Super cool. Nou, nu weer een nieuwe soort van vandaag. Op een kleine Jubarino. Wat een leuk visje, joh. Bye! Hey. Dat had ik niet verwacht. Een baarsje. Heel klein slootje. Kraakhelder. Mooi, man. Kijk dan hoe mooi. Mooie visjes, hè. Stromend, ja, bijna een beekje kan je het noemen. Komt hier op de rivier uit. Deze mag weer zwemmen. Doei!
Nou, we zouden nog wat uitleggen over de verschillende aasjes die we gebruiken. Deze video is gesponsord door Molex, dus daarom hebben we vandaag even een greep uit hun kunstaas gepakt. En ze hebben echt heel veel verschillende, echt super geschikte aasjes voor in de zomer. Je kan in de zomer ook echt met heel veel verschillende soorten aas vissen. En wat we graag doen, we proberen gewoon heel veel verschillende dingen en dan zie je vanzelf wat werkt. Maar de twee dingen die in de zomer heel vaak, wat heel goed kan werken is, of dingen die heel veel vibraties maken. En dan gebruiken wij het liefst kleine aasjes daarvoor, dus een klein profiel. De aasvis is op dit moment klein, dus downsize, maar iets wat wel veel trillingen maakt. Vissen zijn wel, zeg maar, die reageren er heel sterk op. Met name die kleine baarsjes heb je vandaag gezien, maar voor grote vissen geldt dat ook. Dus wat gebruiken we dan? Dan heb je die VIP baits, de Trago VIP van Molex. En dan hebben we ook de Trago Spin. En die hebben altijd deze gehad, met een ronde spinnenblad, wat je bij heel veel merken ziet met die tailspinners. Maar ze hebben dus ook een nieuwe, dat is deze met een willow leaf blad. En het blad is ook een heel stuk groter naar verhouding. Dit aasje is 7 gram met een heel groot blad. En dat betekent dat je die ook heel ondiep kan vissen. Omdat dat blad voor veel weerstand zorgt. Dus je kan hem ondiep vissen met je top omhoog en langzaam ook nog eens. Maar je kan hem ook diep aanbieden op heel verschillende dieptes. En hetzelfde geldt voor die Trago VIP. Die kan je echt, is heel veelzijdig. Je kan hem heel diep aanbieden en dat vinden wij top. Nou, wat ook veel trillingen geeft zijn natuurlijk kleine krenkbeetjes, kleine twitchbeetjes. Voor de roofplei werkt dit bijvoorbeeld goed. Dus als het maar klein is, een beetje het formaat van die aasvis en dan veel trillingen. Dat werkt gewoon goed. Wat je ook kan doen is juist heel traag gaan vissen. En die vissen proberen over de streep te trekken, net zoals je doet in de winter eigenlijk met Carolina rigger bijvoorbeeld. Dus we hebben nu bijvoorbeeld hele kleine setjes. Daarmee vissen we nu in die kleine weteringen op kleine baarsjes, gewoon omdat het lachen is. Maar dit kan natuurlijk ook een maatje groter. Maar dan heel traag vissen. Dus met een heel licht kopje dat je traag kan aanbieden. En wat nog mooier is voor dat trage aanbieden is bijvoorbeeld dit. Een kickback rig hebben we even mee geprobeerd. Maar we gaan bijvoorbeeld ook nog even dropshotten onder die bruggen. En dan met een V-staart. Dit zijn die Arctic Fork Flexen. Die hele flexibele. Die drijven. Dus dan geef je wat actie, wat een beetje redelijk agressief actie geeft en dan drijft het zo heel langzaam omhoog. En die trage aanbieding, dat het op diezelfde plek blijft hangen, kan je die vissen mee over de streep trekken. Dus dat moeten we ook nog even proberen vandaag. Ja, eigenlijk zijn dat de aasjes en de technieken die we nu goed toepassen in de zomer. Dus klein vissen, veel vibraties of langzaam vissen en kijken of je die vis over de streep kan trekken. Dat zijn een beetje de trucs nu in de zomer. Nou, zijn we op een nieuwe stek. Stekje zoveel van vandaag. We hebben natuurlijk de afgelopen uren hebben vooral wat kleine stekjes aangedaan. We hebben echt super leuke actie gehad. Vooral wat kleinere vis. We toch proberen om ook wat grotere vis voor de camera te krijgen. Dus we hebben wat grotere stekken opgezocht, zoals je hier achter me ziet. In de hoop dat er ook wat grotere vis ligt. En we gaan straks ook even kijken onder wat bruggetjes en kijken of we misschien wat snoepbaars kunnen vangen. Dus, we gaan het zien, jongens. We kunnen alleen maar kleine vis vangen vandaag. Bizar. Zou het toch wel leuk zijn, hè, als we nog een snoekbaars kunnen vangen? De grote vis gebleven. Misschien gaan we ze nog tegenkomen later vandaag. Oh. Wat is dat? Een roofblij. Echt? Nee, joh. Sowieso. Of het binnendraaien. Ja, kijk, erop lijkt. Oh, mooi visje. Joh. Wat nice. Die timing ook. Oh, is. Oh, wat lekker dit. Sterk ook op zo'n licht hengeltje. Oh, bijna. Yes. Lekker. Nou jongens, we hebben er een mooiere vis. Iets anders dan die kleine baarsjes. We zeiden het, grote water, grotere vis, keiharde aanbeet. Leuk sport op het lighthengeltje, op de Trago Spin. Echt blij mee. Oh.
Goeie beuk erop, jongen. Mooie vis. Zo, mooie vis hoor. Echt een mooie vis. Kijk. Lekker. Klassiek, hè. Zo'n plekje onder zo'n brug. In de zomer. Schaduw, beetje stroming. Dropshotje eraan. Lekker hoor. Ja, dat is een mooie vis. Holy shit, bro. Het is groot, hoor. Eerste breukje wat we pakken. In de schaduw, hè. Zoals ik al zei, een mooi zomerplekje. Dropshotje, forkflexje eraan. Wat een bak, jongen. Ik had wel een goede hoop dat die vis zouden vangen, maar dit is wel een hele grote. Heel mooi. Wauw. Dikke bak, jongen. Hoe moet je wat erin doen? Yo, dikke. Ah, los. Nee, 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 toch niet. Wat een beuk, joh. Ja, hij is kleiner dan die van jou, denk ik. Oh nee, hij valt wel mee. Lekker. Hé, hey, hij heeft geen rugpin. Dat was een beetje gek. Echt een keiharde aanbeet. Echt heerlijk. Op de dropshot ook heel traag gevist. Maar het leek net alsof hij losschoot en daarna leek hij kleiner. Dus ik denk dat de lijn om zijn fin zat gewikkeld of zoiets. Maar goed, maakt niet uit. Blij mee. Allebei vis. Lekker man. Die zat ook goed vast. Ook op de forkflex, de uit de forkflex. Poppaasje. Oh joh. Kijk, gaat hij dan. Hoppa. Ja, we zitten hier een talutrandje iets verderop. Dus dit is hier echt super onliep, dus die vissen die duiken. Oké. Bam. Zitten we op, we gaan naar huis. We hebben een super leuke dag gehad. En wat we eigenlijk wilden is ook gewoon gelukt. We hebben heel veel actie gehad, vooral een kleine vis in het begin. Na die mooie roofblad van Willem en natuurlijk als kerstspectaat die twee supermooie snoepbazen onder de brug. Alles ging gewoon volgens plan vandaag. Nou, als je vond je een leuke video, geef even een duimpje omhoog. En abonneer ik zeker even op ons kanaal als je op de hoogte wilt gehouden worden van onze video's. En dan zien jullie bij een volgende. Tot ziens, doei!